is echt bizar, want allemaal in de natuur beland. Wat vind je ervan dat het allemaal ligt hier? Nou, dat vind ik echt gewoon helemaal niet goed. En dat vind ik gewoon schandalig van de mensen die het gewoon over hun schouder als ze hier rijden weggooien. Ja, het is heel divers. Draad, touw, resten van recreatievuil, barbecues, picknicksets, sandalen, zwembroeken, noem het allemaal maar op. Maar ook containers uit Duitsland bijvoorbeeld die volledig via de Rijn richting dit deel van de delta worden gebracht. Ja, dit hoort hier natuurlijk niet. Dit is een natuurgebied. Daar hoort natuurlijkheid te overheersen. En dit zijn sporen van de mens. Dat komt via twee grote rivieren in de delta terecht en in de Biesbos in het bijzonder. Hoog water hebben we hier gehad. En ja, nu zie je pas wat er dagelijks door de rivieren drijft. Dat is enorm veel. Veel plastic, recreatievuil. Vuil uit Duitsland, uit Frankrijk, noem het maar op. Het komt hier samen en het blijft helaas ook achter. Ik kom hier niet zo vaak, maar als ik dit dan zie liggen, dan word ik gewoon bedroefd. Wat een, ja, het is ongelooflijk dat mensen dit gewoon van zich afgooien en dat het in zo'n mooi natuurgebied terechtkomt. Dat moeten we toch niet willen met z'n allen. Ik vind het echt raar, echt heel dom dat mensen dat gewoon in de natuur gooien. Nu zie je ook wat er inderdaad onzichtbaar allemaal door de rivier stroomt. En dat zien we nu een keer heel duidelijk. Maar dit gaat dus elke dag zo door. Kijk, hier, hoppakee. Dit ligt er allemaal helemaal tussen, in, onder. Nog een schop. Kijk, en weer snoeppapiertje. Stukje touw. Stukje dop, wat al helemaal half vergaan is. Ik word hier verdrietig van. Ik kijk misschien heel blij. Maar dit is eigenlijk, ja, er ligt zoveel tussen. Je haalt het grootste ertussen uit. Maar er blijft heel veel achter en dat baart mij wel echt zorgen. Schrik je ervan ook een beetje? Ja, ik doe dit vaker, opruimen. Maar de hoeveelheid, daar schrik ik heel erg van. Ja. Is een druppel op de gloeiende plaat dit? Nou, eigenlijk kan je dat zeker wel stellen, maar niks doen is echt geen optie in dit geval. En ja, het oppakken met elkaar, het erover hebben, het grotere probleem als stip op de horizon, zeker ook al oplossingen voor gaan bedenken. Maar dit draagt ook bij, want ja, het ecosysteem van de Biesbos wil je zo schoon mogelijk aanbieden aan de flora en fauna die hier thuis horen. Dus weg is weg.